Op de bovenverdieping van een huis aan de Heerseweg in Veldhoven is maandagmiddag brand uitgebroken. De brandweer was met 3 auto's ter plaatse. De brand ontstond door een wasdroger die op onbekende manier in brand vloog. De bewoners van het huis ontdekten de brand zelf en belden daarop de brandweer. In de woning waren een man, vrouw en kind aanwezig. Alle 3 zijn veilig naar buiten gekomen en hebben niets opgelopen.